Goedemiddag, alweer middag ja, want ik heb een halve dagdeel al erop zitten. Ik ben vandaag best wel laat opgestaan met Nesim. En het is echt gewoon typerend voor de laatste dagen van het jaar dat je gewoon echt helemaal je ritme kwijt bent gewoon. En dat je gewoon zo laat opstaat en zo laat naar bed gaat. Gewoon alles gewoon fucked up. We zijn om 1 uur opgestaan. We zijn daarna wel samen gaan sporten gelukkig. Daar ben ik echt super blij om dat we nog hebben gesport vandaag. Even snel geluncht en nu is Nesim weg. En ben ik alleen. Ik wil eigenlijk wat gaan eten met mijn vriendinnen, maar dat gaat niet door. Dus nu ben ik alleen, maar dat maakt niet uit. Ik ga even mijn huisje een beetje schoonmaken en opruimen, want het is weer zover jongens. Bij mij gaat het echt super snel. Dus ik ga dat even doen en daarna ga ik even lekker voor mezelf koken. Ik heb vandaag echt super leuke make-up producten binnengekregen. Die ik al een tijdje had besteld. En daar ben ik echt super blij mee. En ik heb het net ook gewoon allemaal uitgeprobeerd. Alleen natuurlijk zie jullie dat nou niet zo goed, want het is alweer donker buiten. Maar ik ga het wel even apart laten zien in een andere video. Want ik wil nog graag een Get Ready With Me opnemen. En dan kan ik gewoon alle nieuwe producten van mij laten zien die ik ook gewoon super goed vind. En nu ga ik even snel opruimen. Doei! Ik heb gisteren trouwens de film Bird Box gezien. En ik kijk eigenlijk bijna nooit meer naar films op Netflix. Want ik vind de meeste eigenlijk best wel slecht daarop. Maar ja, dit werd heel erg aangeraden door iedereen. En ik zag iedereen op Instagram die ik volgde het allemaal aanraden en het kijken en zo. Het bleek gewoon een super goede film te zijn. En het is volgens mij ook het is een thriller. En ik hou heel erg van thrillers. En ik denk van, ja, iedereen deed eigenlijk alsof het echt super eng was. Maar ik ben natuurlijk best wel wat gewend als het om thrillers gaat. Want ik kik daar gewoon echt heel erg op. En ik heb hem gekeken en ik vond het op zich wel een goed verhaal. Het is een mooi verhaal. Maar ik vond hem eigenlijk niet zo eng. Ik vond hem echt niet zo eng. Ik moest nog in de nacht terugrijden van mijn vriendin. En het was eigenlijk best wel oké. Ik had helemaal nergens last van. Nu ook niet en zo. Maar ik weet niet. Ik vond hem eigenlijk niet zo heel eng. Zijn er meerdere mensen die het hebben gezien en denken van, nou ja, het viel eigenlijk wel mee. Ik vond het wel een mooi verhaal. En ik heb ook tegen Nesim gezegd dat hij het ook echt moet kijken. Maar 2 dingen die ik niet leuk vond aan de film. Ten eerste, ja, ik vond het gewoon niet eng. En het tweede wat ik echt heel jammer vond aan de film was het einde. Want het was echt boring. Maar het is wel een aanrader, weet je wel. Voor wat allemaal op Netflix staat is het wel echt een goede film. Dus ja, dat wil ik even kwijt. Ik ga nu weer verder met mijn vaak. En wat ik laatst tijd heel veel doe is van die verse pakketjes halen. En er staan allerlei groenten in. Dat is eigenlijk voor een bepaald gerecht is dat bedoeld. Maar ik denk van, ja, dat komt mij gewoon voordeliger uit. En dan heb ik zoete aardappel, worteltjes, uitjes, knoflook, paprika, alles in één. En dan kan ik daar weer gerecht van maken. Ik heb hier nog een paar van. Maar ik zit echt na te denken, wat kan ik hiervan maken? Wil ik kuften? Wil ik echt gehakt? Oké, dit wordt het een beetje. Ik ga gehaktballetjes maken met aardappelen, uitjes, wortels en kikkererwten. Doperwten. En knoflook. Zo, de gehaktballetjes zijn klaar. Ik heb even niet zoveel gemaakt, want ik ben alleen. En dan ga ik ze even nu bakken. Ik heb de wortel en de aardappeltjes geschild en gewassen. En ik ben nu de gehaktballen aan het bakken. Inmiddels heb ik de groenten erbij gedaan. Zo, alle kruiden zitten erin. De meeste groenten zitten erin. Er moet er alleen nog doperwten bij. Ik heb er nog ui bij gedaan. Tomatenpuree. En heet water. En nu even afwachten. En als laatste doperwten erbij. Ik ga nu lekker eten. Oh, dit ziet er zo goed uit, jongens. Ondertussen komt dit uit de oven. Gehaktballetjes in tomatensaus met spinazie. Het ziet er echt zo erg lekker uit. Maar ik laat het nog even iets langer in de oven. Ik ga nu even snel eten brengen naar Honey. Die was weer een beetje te laat met koken. En ik was al klaar. Dus ik breng even snel eten naar haar. En dan kom ik zo weer thuis. Oké, inmiddels ben ik thuis. Ik heb een uurtje geleden even eten voor Nesim opgewarmd. Die ik vanmiddag heb gemaakt. En toen is hij naar bed gegaan. Dus ik denk dat ik nu even mijn vlog ga afsluiten. Ik ga nog even een theetje drinken. En dan ga ik ook naar bed. En dat was echt een heel korte vlog. Dus die zal ik waarschijnlijk plakken aan een andere vlog. En dan zie ik jullie morgen weer. Doei doeg. Trouwens, kijk, mijn nagels kan echt niet. Ik ga morgen snel mijn nagels even doen.